is toch iets fijns wat we over hebben gehouden van corona, dat we het gewoon op kunnen nemen en kunnen delen met elkaar. Ik heb de camera af, ik heb de opname al gestart. Dan, hij was al gestart, zie je. Oké, dus als je niet in beeld wil, dan is het slim om je camera even uit te zetten. Hi, ik zie ook Niels, meneer De Groot. Die is er ook. Welkom. Hi. Hey. Het klonk echt heel erg zoiets als wij in de vriendengroep deden. Was echt zo van, hi. 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 Nou, ik zie nog wat mensen binnenkomen, dus ik wacht nog even 2 minuutjes. Ik zie dat het 2:30 is, dus ik ga beginnen. Heel erg welkom allemaal bij deze voorlichting over het internationaliseringsproject. Het eerste internationaliseringsproject van Thorbecke in heel veel jaar, dus super spannend. Ik ga er vandaag wat meer over vertellen en ook even vertellen welke collega's er allemaal betrokken bij zijn. En het eerste wat ik even wil zeggen, want heeft nog niet iedereen gehoord, denk ik, is staat hier ook, deze presentatie nemen we op. Dat is handig, omdat er heel veel mensen niet bij konden zijn, of soms maar 1 iemand van het gezin bijvoorbeeld. En die delen we ook weer via de mail met alle ouders en leerlingen. Verder, heel graag, zou het fijn zijn als je je geluid natuurlijk wel aan hebt, want dan hoor je ons mijn microfoon uit. Als je vragen hebt tussendoor, dan kun je die stellen in de chat. Er zitten gewoon een aantal collega's hier mee te luisteren, dus die kunnen die vragen beantwoorden. Stel dat zij denken, hey, daar weten we het antwoord niet op. Of misschien is het belangrijk dat er toch even hardop iets over gezegd wordt. Dan doen we dat ook. En natuurlijk kun je op het einde is er ook nog wat ruimte om vragen te stellen. Dus dat even voor de zakelijke dingen. En dan verder ben ik echt super blij dat we hier vanavond zijn met elkaar. We zitten in de online wereld. Met dank aan corona kunnen we dat op deze manier doen. Maar we gaan het hebben over... een reis naar het buitenland en mensen die hierheen komen. En dat is natuurlijk iets wat we de afgelopen 2 jaar niet hebben kunnen doen. Dus wij als kijker er heel erg naar uit in ieder geval. Waar gaan we mee samen? Wat gaan we doen? We gaan samenwerken met een school in Frankfurt. Gymnasium Rietberg. Daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. En dit is eigenlijk wat we vandaag gaan bespreken. Ik ga even vertellen wie zijn er allemaal bij. Ik ga iets vertellen over de Erasmus-accreditatie die we hebben, waardoor we dit project kunnen doen. Ik ga iets over het specifieke project vertellen. Er komt ook nog iets bij, voorbij even over de coronamaatregelen. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet zelf al het idee hebt van, oh, ik wil meedoen. Maar daar gaan we ook iets over vertellen, van waarom zou je nou meedoen?
En natuurlijk, hoe kun je meedoen? Is aan het eind van de presentatie nog, zijn er nog vragen, dan komen die dan denk ik gewoon voorbij. Dus dat is het plan. Nou, als eerste, wie zijn er allemaal betrokken bij dit project van Thorbecke? Zowel van de locatie Prinsenlaan als van Nieuwekerk. Als eerste ik, Inge Spaander, docent media, maar ook de organisator van bijvoorbeeld dit project en van een heel aantal andere projecten. En ik denk dat de meeste leerlingen van Nieuwekerk mij goed kennen als docent media. En ik weet dat er ook wat ouders vanuit Prinsenlaan nu ingelogd zijn, die mij misschien ook wel kennen van broers en zussen die al in de bovenbouw zitten. En dan, van zijn van de Prinsenlaan. En misschien als ik je naam een beetje even hoi kan roepen. Mike Willems is er. Hoi. Hoi. Jenny is betrokken. Die is er volgens mij vanavond niet. Max, die is er. Ja, hoi. Yes, hoi. Even kijken. Noordin is erbij betrokken. Die is er ook niet. Ethan is betrokken vanuit de Prinsenlaan. Die is er wel. Hoi, hoi. En dan hebben we vanuit Nieuwekerk hebben we Sandra Hoogwerf, de afdelingsleider. Goedenavond. En Lisa Amers. Ik weet niet of die er al in is. Hij niet. En Niels de Groot. Yes. Les bedoel yes. Yes. Dus die mensen die nu ja hebben geroepen, die zitten ook klaar om eventuele vragen in de chat te beantwoorden. Nou, we hebben dus sinds dit jaar een accreditatie van Erasmus binnengehaald eigenlijk. En dat heeft niks te maken met de universiteit Erasmus. Dat is echt een subsidie vanuit de Europese Unie, waardoor we veel makkelijker kunnen samenwerken met scholen in heel Europa. En dat is voor leerlingen en ook voor docenten. En trouwens, ik schrijf docenten, maar eigenlijk voor iedereen die in de school is. Het gaat over online dingen, het gaat over fysieke uitwisselingen. Het kan zijn voor een korte periode, dus bijvoorbeeld voor stel maar 2 dagen. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld een uitwisseling van 3 maanden. Deze accreditatie geldt voor 7 jaar. En die gaat op voor heel Europa. En eigenlijk is dit project, als we dus met jullie gaan starten, is het allereerste wat wij gaan doen. Waarom zijn wij zo blij met die accreditatie? Wij vinden het natuurlijk tof dat we gewoon met heel Europa kunnen samenwerken. Dat past ook denk ik heel erg bij de tijd van nu. We vinden het leuk als leerlingen de kans krijgen om Europa daadwerkelijk te leren kennen. Niet alleen vanuit een boek, maar ook door er zelf op bezoek te gaan. Wij denken ook dat een uitwisseling kan leiden tot jezelf ontwikkelen en vooral ook gewoon heel veel plezier. Ik ben zelf in 4 VWO, toen ik 16 was, op uitwisseling geweest. En daar kan ik nog steeds met heel veel plezier aan terugdenken. Nou, wat voor een project gaan wij doen? Het project heet Sustainable Cities. En het onderwerp van het project is eigenlijk dat we in de 2 steden gaan kijken. Hoe kun je nou de stad duurzamer maken en wat gebeurt er allemaal al? En we gaan er ook onderzoek naar doen. Dus in Rotterdam gaan we kijken wat gebeurt er allemaal al. En in Frankfurt gaan we daar naar kijken. Uiteindelijk delen we dat ook met elkaar. Nou, ik heb hier een paar voorbeelden vanuit Rotterdam. Bovenin die kast, die staat in Blue City, Tropicana. Daar hebben velen van jullie misschien vroeger wel gezwommen. Blue City is nu een plek waar heel veel onderzoek wordt gedaan naar duurzaamheid. Daaronder zie je een foto van de groene gevels die we in Rotterdam hebben. En ik zit er net voor, maar een ander voorbeeld van duurzaamheid is bijvoorbeeld ook de swapshop waarin je kleding kan ruilen. Dus dat zijn voorbeelden van dingen die we kunnen onderzoeken. Met wie werken we nou precies samen? We werken samen met een school in Frankfurt. Mijn Duits is niet heel erg goed, maar het heet Gymnasium Rietberg. En het woord gymnasium, misschien denk je dan, oh dat is dus een school waar ze Latijn en Grieks krijgen, maar dat is niet waar. In Duitsland werkt het schoolsysteem wat anders. Daar zitten leerlingen eigenlijk ook van, net als eigenlijk bij Thorbecke, van allerlei niveaus. De leerlingen met wie we dit project gaan doen, die hebben dezelfde leeftijd als onze leerlingen. En ze zitten daar in klas 8-9. Dus bij ons klas 3-4 is bij hun klas 8-9. We gaan een uitwisseling doen met Duitsland, maar de voertaal is Engels. En dus we gaan voornamelijk in het Engels met elkaar communiceren. Het wil niet zeggen dat we niet ook Duits en Nederlands met elkaar kunnen praten, want wij hebben hier natuurlijk leerlingen die spreken best wel een woordje Duits.
Maar daar zijn ook leerlingen die spreken een woordje Nederlands. Dus we kunnen ook niet over elkaar roddelen. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Nou, het project, de bedoeling is dat we in juni met de leerlingen van hier naar Frankfurt gaan. Dus in juni gaan we een aantal dagen met de leerlingen van hier naar Frankfurt. En in oktober komen de leerlingen van daar hierheen. Je ziet hier schuin staan onder voorbehoud, 5 tot 7 dagen per uitwisseling. En ook de data zijn nog even onder voorbehoud. Dat is gewoon best ingewikkeld om dat met elkaar af te stemmen. We hopen dat we deze week precies weten of dat op die dagen gaat lukken. Belangrijke vraag is, stel nou als je daar bent, waar slaap je dan? We gaan de leerlingen die meedoen matchen aan leerlingen daar. En dat kan betekenen soms 2 leerlingen bij 2 leerlingen of 1 leerling bij 1 leerling. En je slaapt bij die leerling thuis. Het idee daarachter is natuurlijk dat doordat je bij iemand thuis bent, dat je elkaar extra goed leert kennen. Dat je ook de familie leert kennen, dat je de cultuur leert kennen. Dus dat is eigenlijk wat je gaat doen. En dat betekent dus ook dat die leerling ook hier komt. En dat is denk ik ook voor thuis belangrijk om over na te denken. Dat je dan dus een aantal dagen iemand te gast hebt uit Frankrijk. Wat gaan we dan doen? Stel, we gaan naar Frankfurt toe. Wat gaan we dan eigenlijk allemaal doen? Nou, je gaat er heel veel dingen doen eigenlijk. Bijvoorbeeld, je gaat gewoon een keer daar een schooldag meemaken. En dan gaan ze dat natuurlijk wel zo organiseren dat je het kan volgen. Dus er gaan dingen in het Engels gebeuren. Maar je gaat gewoon eens meemaken van, goh, hoe is dat nou daar? Die school heeft bijvoorbeeld een supermodern gebouw. Dus dat is voor ons denk ik heel grappig om te zien. Frankfurt is natuurlijk een stad die eigenlijk misschien wel een beetje lijkt op Rotterdam met open haven. Maar tegelijkertijd is het ook heel anders. Dus dat ga je gewoon eigenlijk allemaal doen. Je gaat de stad ontdekken. We gaan leuke dingen doen met elkaar. Je gaat 's avonds een keer lekker uit eten. En je gaat natuurlijk met elkaar aan het project werken. En eigenlijk het allerbelangrijkste. Je gaat gewoon een hele leuke tijd hebben met elkaar. Belangrijke vraag. Stel dan dat je mee gaat doen aan dit project. Kost dat dan veel tijd? Nou, je gaat natuurlijk sowieso een paar dagen daarheen en die kinderen komen een paar dagen hier. Dus die dagen kost het je sowieso. En van tevoren zullen we ook een aantal keer onder de lessen of misschien net na schooltijd met elkaar bezig zijn met de voorbereidingen. Dus we gaan bijvoorbeeld de leerlingen van de Prinsenlaan en de leerlingen van Nieuwekerk gaan elkaar vast een keertje ontmoeten. We gaan een keer online afspreken met de leerlingen vanuit Frankfurt, zodat we elkaar vast leren kennen. We gaan een keer hier in Rotterdam al op onderzoek uit. Dus het kost je wel wat tijd, maar een deel daarvan is onder schooltijd. Ja, dus ik ga niet bijvoorbeeld een hele zaterdag en zondag daaraan besteden. Het is dus belangrijk om even na te denken van, joh, dan betekent dat ik misschien een aantal andere lessen mis. Kan ik dat hebben? Wat belangrijk is om je te bedenken, is dat het idee is dat je aan alles meedoet. Dus het kan, als jij nu al weet, hey, maar in oktober kan ik niet, dan moet je eigenlijk niet mee willen doen. Is er een uitzondering? Denk je dat het voor jou op een wel moet? Laat het dan even weten, overleg dat met ons. Wat kost het? Nou, we hebben een subsidie gekregen voor dit project. Dus dat betekent dat we een heel erg groot deel van de reis en misschien wel de hele reis kunnen betalen. Hou er wel rekening mee dat je wat extra kosten kan hebben. Zoals bijvoorbeeld je wil in Frankfurt een keer 's avonds met je gastgezin iets leuks doen. Of je wil ze misschien wel bedanken. Je wil een cadeautje kopen voor je vader of je moeder. Nou, dat zakgeld, dat is slim om daar rekening mee te houden. Stel nou dat je denkt, ik wil wel mee, maar ik heb ook eigenlijk echt geen geld voor dat extraatje. Dan hebben we daar een potje voor. Dus dan kun je dat aangeven bij ons. En dan lossen we dat samen op. Kan iedereen die mee wil, mee? Dat hangt er vanaf. Hoeveel leerlingen zich aan gaan melden. We houden rekening met dat we met ongeveer 20 tot 25 leerlingen op pad gaan. Waarom kan ik het niet preciezer zeggen dan dit? Dat komt omdat het ook een beetje te maken heeft met de match met de kinderen in Duitsland. Daar zijn volgens mij zijn er rond de 30 aanmeldingen nu. Dus het wordt een beetje spannend kijken naar wie past goed bij elkaar. Dat soort dingen. Corona. Op dit moment kunnen we in principe gewoon vrij reizen naar Duitsland en kunnen zij vrij hierheen. Dat kan natuurlijk veranderen op elk moment. Nou, dat houden we ook hartstikke goed in de gaten. En we bewegen gewoon mee met wat er kan.
Dus stel dat het betekent dat we bijvoorbeeld de reis van oktober iets zouden moeten uitstellen. Nou, dan gaan we dat gewoon met elkaar doen. En het allerergste geval zou het natuurlijk kunnen zijn dat we een deel misschien niet fysiek kunnen doen. Maar daar gaan we niet van uit. Nou, ik heb een beetje verteld waar het project over gaat. En ik kan me voorstellen dat nog lang niet alles duidelijk is. Dus zet je vragen vooral in de chat. En ook zijn er gewoon een aantal dingen die we nu nog niet precies weten. Dat komt gewoon omdat we nu nog in de fase zitten van het aanmelden. Maar waarom zou je daar mee moeten doen? Nou, ik denk dat de allerbelangrijkste reden voor leerlingen is om mee te doen, is dat het gewoon echt heel tof is om leeftijdsgenoten uit een ander land te leren kennen en om daar een keer mee te maken hoe dat gaat. Volgens mij moet dat een van de belangrijkste redenen zijn. Andere reden is dat je ook kennis maakt met een andere cultuur. En je denkt misschien Duitsland, is dat nou zo'n andere cultuur? Ja, ook daar zijn verschillen in. Bijvoorbeeld op school wordt er veel beleefder met docenten omgegaan, om er iets te noemen. Op sommige scholen wordt er dus een middag warm gegeten. Er wordt daar veel meer buiten de deur afspraken gemaakt. Dus het is ook, al is het Duitsland en denk je het is dichtbij, het is ook best verschillend. Nou, stel dat je Engels nog niet zo goed is, of juist wel, en je wil daar gewoon lekker mee aan de slag, dan is het natuurlijk ook een goede manier om je Engels te verbeteren. Ik zie ondertussen de eerste vragen binnenkomen, super fijn. Je kan door dit project meer leren over duurzaamheid, dus misschien wil je daar wel iets mee. Vind je dat nu al belangrijk of denk je, nou, in de toekomst wil ik daar wat mee. Je leert heel goed samenwerken met de leerlingen hier, maar ook de leerlingen daar. Interessant misschien voor de leerlingen en ook voor ouders. Je kan zelfstandigheid ontwikkelen, want je gaat daar natuurlijk toch daarheen zonder je ouders. Misschien wel voor het eerst zo op reis. En specifiek voor dit project, je ontmoet vast leerlingen van de locatie Prinsenlaan of de locatie Nieuwekerk. En volgend jaar zitten we natuurlijk allemaal bij elkaar. En wat mij betreft het allerleukste is volgens mij dat het gewoon een heel erg tof avontuur is. En misschien klink ik dan een beetje alsof ik al heel oud ben. Ben ik ook. Maar ik heb bijvoorbeeld nog echt 6 jaar brieven geschreven met mijn uitwisselingspartner van toen ik 16 was. En ik heb daar echt heel veel van geleerd. Dus voor mij was dat super tof. En we hebben er ook wel wat dingen meegemaakt die we hier eigenlijk niet, die ik me niet hardop vertel. Nee, dus als je als jongere ergens bent, kun je ook echt plezier maken. Als je mee wil doen, hoe doe je dat? De komende weken gaan alle leerlingen van HAVO 3 en HAVO VWO 3 sowieso bij Engels aan de slag met het onderwerp duurzaamheid en het schrijven van een motivatiebrief. Dat doen alle leerlingen omdat het onderdeel is van het programma voor Engels. Nee, dus die brief schrijf je sowieso, want daar krijg je een beoordeling voor. En duurzaamheid is gewoon het onderwerp waar ze nu met Engels mee aan de slag gaan. Dus dat doet sowieso iedereen, of je nou mee wil of niet. Dit gaan we sowieso allemaal doen. Stel dat je mee wil, dan kun je uiterlijk aankomende woensdag 30 maart dit aangeven. Je hoeft dan nog helemaal niet allemaal ingewikkelde dingen te doen. Je mag ook achteraf nog erop terugkomen. Maar voor ons is het belangrijk om vast een eerste inventarisatie te hebben of je mee wil. Je krijgt daarvoor een mail. En in die mail zit gewoon een soort aanmeldlink waar je een aantal vragen moet beantwoorden. En daar staan bijvoorbeeld ook vragen over. Wil je, als je iemand in huis komt, wil je dan per se dat het een jongen is als jij een jongen bent? Zijn er dingen waar we rekening mee moeten houden? Heb je nog vragen specifiek? Dus dat doe je uiterlijk aankomende woensdag. En je goed, levert dan je motivatiebrief in op uiterlijk 15 april. Voor de meivakantie hoor je dan of je mee kan of mee mag, net hoe je het wil zien. Stel nou dat we 15 leerlingen bijvoorbeeld hebben, dan is het natuurlijk, dan kijken we gewoon, is het inderdaad, kan iedereen mee? Het kan een reden zijn waarom dat helemaal onhandig is voor jou, maar in principe gaat iedereen mee. Stel dat we veel meer aanmeldingen hebben, wat natuurlijk kan, dan gaan we heel goed kijken naar de motivatiebrieven. We gaan in gesprek met de leerlingen. En we bekijken goed hoe we dat kunnen matchen met de leerlingen uit Frankfurt. He, dus stel dat wij bijvoorbeeld 30 jongens hebben die allemaal niet met meisjes willen. En ze hebben daar 30 meisjes. Dan wordt het een ingewikkeld proces. De praktijk leert trouwens dat dat altijd goed komt. Maar dit is een beetje hoe dat
aanmeldproces gaat. Stel dat je nu al weet van, hey, ik wil misschien wel mee, dan heb ik alvast een datum voor in je agenda. Dat is woensdag 11 mei, want dat is het moment waarop de leerlingen van Nieuwekerk en Prinsenlaan die meegaan, elkaar voor het eerst live ontmoeten in een pizza-sessie. Dat is dus met pizza. En de bedoeling is dat we dan ook wellicht al even contact hebben met de leerlingen uit Frankfurt. En dat is dan natuurlijk online. Nou, ik zag heel veel vragen in de chat, dus ik ga zo heel eventjes kijken of ik daar nog mondeling op moet reageren. Je kan ze ook nu nog stellen natuurlijk, of een handje, een digitaal handje opsteken. Maar stel nou dat je na deze bijeenkomst denkt, goh, ik heb nog vragen, dan kun je mij mailen. Of je kan de afdelingsleider, mevrouw Hoogwerf, of de leerjaarcoördinator, meneer Willems, een mailtje sturen. Deze presentatie delen we sowieso per mail. Ik check heel even de chat. Mocht er een van mijn collega's alvast zeggen van Inge, dit of dat moet je eventjes misschien toelichten, dan hoor ik het graag. Even kijken. Ja, een vraag inderdaad over de school. We proberen alles gewoon in de schoolweken te plannen. Het kan inderdaad wel zijn dat er zaterdag of een zondag bij zit. Een vraag van Mia of van ouders verzorgers van Mia. Op welke criteria worden de kinderen aan elkaar gekoppeld? Je kunt zelf een aantal dingen aangeven daarover. En verder kijken we heel goed in de motivatiebrieven, schrijven de leerlingen ook. Wat ze bijvoorbeeld leuk vinden, wat hun hobby's zijn. Dus we kijken ook of we op basis daarvan een match kunnen maken. De leerlingen missen dus lessen en toetsen. Ja, dat klopt. Dat is zo. Ja. Dus dat betekent dat we voor die leerlingen moeten kijken hoe we dat oplossen. En dat zal gewoon maatwerk zijn. En we proberen daar natuurlijk zoveel mogelijk omheen te werken. Omdat vooral het aantal toetsen niet te veel in die week te plannen. In juni zal het denk ik wel eventjes nog spannend worden, maar voor oktober weten we dat vroeg genoeg. Topsporters. Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat dat voor elke topsporter verschillend is. In Nieuwekerk hebben we wat minder topsporters natuurlijk dan op de Prinsenlaan. Dus ik kan me voorstellen dat het goed is om dat even per individueel geval even te bespreken met je mentor of je afdelingsleider of een van de collega's daar. En lessen inhalen. Ik denk dat die vraag ook voortkomt vanuit dat veel topsporters vaak lessen in kunnen halen. Ik weet niet, klopt dat, Mike? Zeg ik dat goed? Dat klopt. Alleen dat moet dan geregeld worden met topsport. En meneer Manusama of de studiebegeleider, die kan dat gewoon regelen met de topsporter. Maar dat is eigenlijk individueel hoe we dat gaan doen. Ja. En ik denk, kijk, het is je kiest hiervoor en dat betekent ook wel dat je misschien wat mist en uiteindelijk wat zelf moet inhalen. Hè? En daarvoor in plaats komt natuurlijk deze ervaring. Wij zullen echt in onze planning heel goed rekening mee houden dat je niet als je terugkomt 20 toetsen te doen hebt. En ook met het plannen van wat we hier in Rotterdam al gaan doen. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat je uiteindelijk gewoon wat lessen mist. Dus daarom is het ook belangrijk om goed na te denken of je dit wil. Even kijken. Mevrouw Hoogwerf die vertelt al dat we inderdaad de kinderen gaan ontmoeten. Nora, dat is echt een goede vraag voor jou. Als leerlingen uit Frankfurt hier komen, moeten de ouders dan vrij zijn van werk? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. De school zorgt voor een programma, gewoon eigenlijk de hele dag. En het is eigenlijk het leuke ervan is dat je ook een beetje meedraait in het normale gezinsleven. Wat we wel belangrijk vinden is dat er een ouder aanwezig is. Hè, dus dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat het niet zo is dat blijkt dat de ouders toevallig alle twee die week op vakantie waren. Ik zeg maar iets. En dat betekent niet dat ze de hele tijd thuis hoeven te zijn, helemaal niet. Want wij zullen ook het grootste gedeelte van de tijd weg zijn. Dus je zult vooral s'avonds met het eten en s'nachts en 's ochtends met het ontbijt. Ik denk wel
dat het hartstikke leuk is om te kijken of je in die week een keer met elkaar en, je, en die gastleerling iets leuks kan doen, bijvoorbeeld. Nikki vraagt, als je in een tweetal gekoppeld wordt met het tweetal in Duitsland, komt het tweetal dan bij mij of bij mijn andere maatje? Ik snap niet helemaal je vraag. Ik denk dat je dat gewoon... Ik snap het wel. Nou, dat moet je volgens mij zelf afstemmen, inderdaad, Nikki. Wat jullie daar fijn in vinden. En misschien maak je wel zo'n tweetal, dat kan ook. Hè, dat je dat zelf gewoon fijner vindt. Een vraag over quarantaine en vaccinaties. Ja, het wisselt in Duitsland per deelstaat een beetje wat de maatregelen zijn. Dus in Frankfurt is het nu op dit moment niet zo. Maar dat kan natuurlijk ook veranderen. Wat wel echt zo is, is dat in Duitsland de maatregelen wel over het algemeen net iets strenger zijn en iets langer worden volgehouden. En dat betekent dus ook dat we tegen die tijd even goed moeten kijken hoe dat zit. Ja, dat, soms is het ook zo, bijvoorbeeld in Portugal was het tot voor kort dat als je niet gevaccineerd was, dat je elke dag een test moest doen. Dus dat is iets wat gewoon meespeelt. En op dit moment is het niet zo. Dat was de laatste vraag in de chat. Maar misschien hebben mijn antwoorden nog weer andere vragen opgeleverd. Kijk nog even hoe ik handjes zie. Nou, dan ga ik denk ik aan mevrouw Hoogwerf vragen of ze de opname wil stoppen. Dat ga ik doen. Fijn, dankjewel. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd, misschien als mensen, voordat jullie er vandoor gaan,